Hoe zijn jullie zo op het idee gekomen om deze actie, ja, met deze grote dozen vol met allemaal spullen, weg te geven aan anderen? Nou, wij doen dit al jaren en we vinden het hartstikke leuk om tijdens de kerstdagen ook iets voor anderen te kunnen betekenen. Wij als team vinden het ontzettend leuk om boodschappen te verzamelen. Je hebt allemaal wel boodschappen in de kast waar je eigenlijk niks mee doet. Dus het hoeft je als persoon niks te kosten, maar het is juist zo mooi om te delen met elkaar. Hier, waar gaan die spullen naartoe? Deze gaan naar Beter Wonen. Daar hebben we een opslagplaats voor de minder bedeelden in Almelo. Dus voor de boodschappenman. Juist. En hebben jullie die adressen allemaal al voor elkaar? We hebben, ik denk, een 18 adressen klaar. Dus we zijn al mooi een eind in de richting. En er komen er elke week wat bij dus. Ja, en om precies te zijn, hoeveel zijn het er geworden? We hebben de 55 kerstpakketten kunnen maken van alle boodschappen die we hebben ontvangen. En waar gaan die boodschappen allemaal naartoe? We hebben twee stichtingen dit jaar. Dat is de stichting De Eethoek en stichting De Boodschappenmand. En zij kennen de mensen die het heel hard nodig hebben om iets te mogen ontvangen.